Ruim een week na de eerste training voor VVV nu ook de eerste oefenwedstrijd. En na 2 minuten is de voorzet van Hupperts. En daar is Jafar Arias met de openingstreffer. Zijn debuut in het shirt van VVV en meteen ook een doelpunt. Dan bijna een kwartier later vrije trap voor VVV. Stan van Dijk achter de bal. Doelman Kusters zet de muur. Maar de aanloop en zeker de vrije trap zijn uitstekend. Het is 0-2 na 16 minuten door een vrije trap van centrale verdediger Stan van Dijk. Talent uit eigen opleiding, kreeg afgelopen zomer een contract en mag zich dus gaan bewijzen. Dit is Lindhorst met de individuele actie. Niet zelfzuchtig, maar Arias wel de 0-3. Zijn tweede treffer van de avond. We zijn al 17 minuten onderweg. En uiteraard is er klassenverschil tussen de ploeg uit de Eredivisie en de ploeg uit de vijfde klasse. En hier krijgt Hupperts de kans van Evert Lindhorst. En ook deze nieuwkomer laat het niet liggen. Zijn eerste treffer in het shirt van VVV. En het is 0-4, 20 minuten gespeeld. Dan Essanoussi, 16 jaar. Hij krijgt de bal terug uit de combinatie en doet dit schitterend. Doelman Kusters kansloos op de stift. Schitterende goal van Essanoussi, 32 minuten gespeeld. En zo is het wel duidelijk welke opdracht de spelers hebben meegekregen van hun coach Hans de Koning. Veel scoren. Het tempo is misschien nog iets te laag, maar het gaat wel hard. Goede paas van Post. En dan bij de tweede paal Arias met zijn derde. Het is 0-6, ruim een half uur gespeeld. En voor de vijfde klasse dreigen de dubbele cijfers al voor de pauze. Arias combineert ook goed. Essanoussi geeft dan de bal aan Hupperts in het lege doel. 0-7. Dan duwen we voor 0-7 heel snel Dekker er tussendoor. Die krijgt de bal van Hupperts. En ramt hem dan hard in het doel. En Arias laat opnieuw zien goed te kunnen combineren. Goede redding van Kusters ook. Op de inzet van Lindhorst. Maar hij komt dan in de problemen. En VVV zet druk. Arias wurmt zich erdoor. En daar staat Lindhorst in één instantie. En in tweede instantie doet hij het geweldig. Mooiste goal van de avond tot nu toe. Evert Lindhorst 0-9. En dat is ook de ruststand. In die tweede helft, na 45 minuten dus, 11 andere namen op het veld namens VVV. Maar ook 11 andere namens Sporting ST. En na 2 minuten in die tweede helft meteen al de grootste kans. En het doelpunt van een gretige invaller. Roemer is de man. 0-10. Daar zijn dus de dubbele cijfers. Dan duurde het 1 minuut of 10 als de bal bij Jansen komt. Ook een van die invallers. Roemer aan de rechterkant. En uiteindelijk achterin Schäfer met 0-11. Nog steeds binnen het uur. En het is zoals de hele wedstrijd al éénrichtingsverkeer. Goeie actie weer. En daar is Bastiaans met 0-12. Twee minuten later is dit weer de kans van Roemer op aangeven van Hendricks. En invaller doelman Perry heeft het net als zijn voorganger Kusters niet makkelijk. Jansen. Met een prachtige boogbal. 0-14. Denkt mee naar het doelpunt van de wedstrijd. Net als die vlak voor rust van Evert Lindhorst. Maar VVV is nog niet klaar zo halverwege die tweede helft en wil meer doelpunten. Het tempo blijft hoog genoeg en moeilijk genoeg ook voor Sporting ST. En dit is nummer 15, Neudekker. En daar zien we ook heel even de nieuwe aanwinst, Arjan Swinkels. Als centrale verdediger
kwam hij niet in de problemen en nauwelijks in het stuk voor. Kwartier voor tijd, Bastiaans vanaf de linkerkant, mooie bewegingen en een schitterende goal. Net als die van Jansen en die van Lindhorst. En het is 0-16. Weer Bastiaans. Naar binnen uithalen op de paal en Roemer. Die even later een hoekschop mag nemen. En dan bij de tweede paal staat Schäfer. En dan zijn er 89 minuten gespeeld en is het 0-18. Wat zit er dan nog in? Aanvoerder Pacionik, van ver en zuiver. En hij bepaalt in de 90ste minuut de eindstand op 0-19.